De Week van de Duurzame Gemeente is voor Halsbeek de kans om ook duidelijk te maken aan onze inwoners dat wij een duurzame gemeente willen zijn. Het is een startdag aan het gemeentehuis en een hele week met allemaal activiteiten waarin onze lokale duurzame helden hun acties en projecten kunnen voorstellen. En zo hopen wij de inwoners ook te stimuleren om mee te doen met die duurzame gemeente. Wat zijn die SDG's? Dat zijn de Sustainable Development Goals. De blokjes staan hier achter mij. Er zijn 17 doelstellingen die allemaal bijdragen aan een duurzame wereld. De SDG's zijn bepaald op wereldvlak door de Verenigde Naties, maar toch zijn ze lokaal ook zeer waardevol. Je ziet, ze zijn zeer visueel, heel aantrekkelijk en ze zijn voor ons echt wel een referentiekader om elk project en ons beleid af te toetsen aan die duurzaamheid. We staan hier aan het Anker, een bijna energie-neutrale school waar we zeer trots op zijn. Andere duurzame projectvoorstellen waar we aan werken zijn toch wel de heraanleg van onze wegen, onze ruggengraat. Geeft degelijke fietspaden en gescheiden riolering. En we blijven ook inzetten op onze ronde tafel, want met burgerparticipatie hebben we al een paar mooie groene projecten opgeleverd. We staan hier op het dak van het Anker, de bijna energie-neutrale school waar we zo trots op zijn. Je ziet de zonnepanelen hier, daar beneden is ook een stuk groen dak. Er is ventilatie, maar warmterecuperatie, dus allerlei initiatieven om inderdaad dat energie-neutrale te bereiken. Er waren toch ook een paar uitdagingen om deze school te realiseren. Het was een zeer korte tijdspanne om het project rond te krijgen. De school moest ook open blijven tijdens de werken en de tuin met deze prachtige boom moest ook bewaard blijven, maar daar zijn ze zeker in geslaagd. Mijn grote droom rond duurzaamheid in Halsbeek om te realiseren zijn zonnepanelen op alle grote daken, maar ook kleine daken. Al dan niet met burgerparticipatie, dat blijft belangrijk. Halsbekenaren op de fiets krijgen, minder auto's, zodat we die CO2-uitstoot drastisch kunnen verminderen tegen 2030.